Welkom, ik ben Janto van Apeldoorn, eigenaar van Chessity. Ik wil jullie vandaag heel graag meenemen in alle basisprincipes van het schaken. Het kost je een uurtje tijd. Ik zal het in verschillende video's voor je uitwerken. En we gaan gebruik maken van de kunstmatige intelligentie die Chessity heeft ontwikkeld. En jullie zullen zien hoe ongelooflijk makkelijk tegenwoordig het is om schaken te leren. Als je vroeger al geschaakt hebt, denk ik dat je over een uurtje alweer alle regels kent. Weet hoe je een goede partij opzet en dat je met ontzettend veel plezier speelt. Mocht je nog nooit geschaakt hebben, dan raad ik in ieder geval even aan om ook Chessity te registreren, omdat het programma zich ook aan jou gaat aanpassen en precies helpt bij het leren. We hebben hier een versnelde route dus voor mensen die al een beetje kunnen schaken of heel erg slim zijn. We beginnen met het aanleren van het paard. Het paard is het moeilijkste schaakstuk. Je ziet hier, als we erop klikken, dat Chesto gaat uitleggen hoe het paard werkt. Ik doe eerst het paardensprong. Een paard springt. Kijk, pops. Zo simpel is het eigenlijk. Hè? Wat doet hij nou eigenlijk? Ik ga eens even een fout maken. Dan gaan wij zien wat Chesto heeft uit te leggen. Het paard springt over de sloot. Kijk goed naar de groene plussen. Oké, het paard springt dus over de sloot. Sommigen hebben het ook wel uitgelegd als een L, omdat hij springt niet alleen over een sloot, maar hij gaat ook van een bruin veld naar een wit veld. Als je hier moeite mee hebt, gaat Chesto je nog veel verder trainen, maar dit is het schaakstuk, het paard. En in dit tempo ga ik de hele tijd door de lessen heen. Het is dus niet de bedoeling als je niet kan schaken, zal het misschien even wat te lastig zijn. Maar het punt is dat we er in een sneltreinvaart doorheen gaan. Je kunt de software dus ook zelf gebruiken als het je te snel gaat. Je ziet dat je dus ook muntjes moet rapen. Het kan soms heel verwarrend zijn als je op een gegeven moment hier staat en je moet bij die vlag komen, want dan kom je erachter dat je, als je er al komt, dat je dat muntje moet halen. Je moet eerst alle muntjes slaan voor je naar de vlag gaat. En het is ook heel vaak lastig om de route te bepalen. Dus daar gaan we het later nog wel vaker over hebben, maar bij een paard is dat heel lastig. Oh. Ik maak het nu paard springt over de sloot. Mouse slip. Kijk goed naar de groene plussen. Hoppakee, het paard is aangeleerd. Nou, hier zie je, we hebben het redelijk goed gedaan. 2 sterretjes erbij. Dat is onderdeel van de versnelde route. Deze hebben we geneeld. We gaan nu als een sneltreinvaart door het, hoe heet het stuk heen. We krijgen niet alle stukken te zien. In de download die hierbij zit, is ook een speakposter. Waar alle schaakstukken nog eventjes kort op worden toegelicht. Maar laten we er eens een paar doorlopen. De loper. De loper gaat schuin. Als je dat niet meer weet en je gaat recht, dan zul je zien, heeft hij tips. De loper gaat alleen schuin. Kijk goed naar de groene plussen. Het is soms lastig om een route te bepalen. Hè? Je moet namelijk naar een soort dat kruispunt is een mooie toe, lange zet. Om daar te komen. Je kan losse zetjes doen, maar je mag dus bij een loper ook in één keer. Slaan betekent altijd dat hij daar stopt. Je kunt er niet zoals bij dammen over het stuk heen springen. Dat was de loper. Nou, we kunnen hem ook toren noemen, zullen we maar niet doen. Je moet dus altijd nog even aangeven wat het stuk is. Inderdaad. De dame, die gaat recht en gaat schuin. We gaan het hier eventjes recht en schuin door elkaar doen. Je ziet mij de muntjes weer opeten en dan is het klaar. Inderdaad. Nou, die hebben we net nog geoefend. Hij kijkt even of we het nog steeds snappen. Het is ook een moeilijk stuk. Inderdaad. Inderdaad. En hier is de toren. Die gaat dus alleen recht. Dus we hebben de loper gehad vandaag. Die gaat schuin. De toren gaat alleen recht.
De dame gaat recht en schuin en het paard maakt van die mooie schuine gekke sprongen over de sloot. Dit is niet de efficiëntste route, maar wel zo leuk. Je ziet soms ook dat je vergeet dat hij snelle routes mag en dan gaat hij vanzelf. Je kunt hier in één lange zet naar de vlag. De tip geven. Nou, dit zijn in feite de belangrijkste schaakstukken. Op 1a, de koning. De koning mag altijd maar één stapje. Die behandelen we vandaag even niet. Staat op de speakpose en als je op Chessity gaat spelen zelf, wordt hij uiteraard ook netjes behandeld. Dan houden we nog een pion over. Die is ontzettend lastig. Hij is klein, maar fijn. Je weet het nog wel van vroeger. Als hij aan de overkant komt, dan promoveert hij. Kies één van de vier stukken om te promoveren. Nou, we hebben de al heel vaak het paard gezien. Ik had natuurlijk even de koning moeten pakken, maar dat doen we zo wel. Een pion mag, als hij in de beginstand staat, die staat normaal op deze rij, weten jullie dat nog van vroeger? En dan mag hij ook twee stapjes doen. Een pion mag niet rechtlopen, of niet rechtlopen als er een stuk staat. De pion kan alleen schuin slaan. De pion kan alleen Kijk schuin goed slaan. Naar de groene plassen. Als de toren hier niet had gestaan, was hij dus geblokkeerd geweest, de balkon. Pion hadden we niet verder gekund. Recht mag hij lopen, schuin mag hij slaan. Kies één van de vier stukken om te promoveren. Ik had graag met de koning gepromoveerd om die nog even te laten zien. Maar dat kan de niet, hè. De pion is nu gepromoveerd niet tot, promoveren tot koning. De dame. En je zult mij soms af en toe wat lesjes... Ik heb nu wat lesjes overgeslagen, Kies zeg maar. Kies één van de vier stukken om te promoveren. Om ook nog de even pion de laatste is nu gepromoveerd te tot de loper. Goed, dus een pion heeft een belangrijke functie. Hij is op zich weinig waard, maar komt hij aan de overkant, kan hij promoveren en kan hij heel veel waard worden. Dus het is een belangrijk stuk wat dat betreft. We hebben dus nu eigenlijk de meeste vaardigheden voorbij zien komen. We hebben alleen nog de koning gemist. De koning is het belangrijkste stuk van het schaakbord. Want als je die kwijtraakt, als je die laat vangen, dan heb je verloren. In die zin heel belangrijk. Is het het krachtigste stuk? Nee, dat is de dame. Want de dame die kan veel verder reiken. De koning kan namelijk maar één stapje doen. Elke zet één stapje. Dus hij is langzaam. En wat dat betreft een belangrijk stuk, maar niet het krachtigste stuk. En je zult ook later gaan zien dat we die heel veilig opstellen. Eigenlijk net als bij stratego, zoals een vlag in een hoekje, proberen te verstoppen. Een veiligheid te houden. Niet in alle omstandigheden, maar wel vaak. En hier zie je hoe ik een stapje doe. Hij kan dus recht, hij kan hem zo en hij kan dus schuin, maar altijd... Eén stapje. Ja, meer valt er eigenlijk niet over te vertellen. Hij is dus heel belangrijk. Hij is wat trager, kan één stapje. En ik zou zeggen, succes met de koning. Dus dit waren de eerste drie lessen van de 16 die je te gaan hebt om alle vaardigheden in het schaken weer even op te halen. We noemen dit ook wel schaakstukken beheersen. Je leert hiermee alle stukken weer even onder controle krijgen. Dit was dus de basistraining wat dat dan gaat. En we gaan nu door naar het leren stukken pakken. Stukken leren aanvallen en ook een stukje verdedigen. Dus dat zijn elementen die heel belangrijk worden als je de stukken weer onder controle probeert te krijgen.